We staan in het havengebied van Breskes. En de bedoeling is eigenlijk om 3 appartementtorens te realiseren. Ja, we staan hier op het project Faros. Gezamenlijk 159 appartementen. En we staan hier nu momenteel op de 5e verdieping van gebouw 2. Dat is een mooi project waar wij veel kunnen toevoegen met onze producten. Met dit project was al vrij snel bekend dat de Zeeuwse Vormingsunie het samen zou doen met het aanhuisbedrijf Van der Poel. Dan zagen we bij kunststof toch wel heel grote voordelen ten opzichte van het zeeklimaat. Maar vooral ook van de luchtweerstanden die gegeven werden. Van der Poel is een aannemer die veelal kiest voor onze producten. En met name het Dijken Air-product. Ja, Dijken Air is een mooi product, want het is van luchtklasse D. Met de huidige regelgeving en het luchtdicht bouwen is dat meer en meer in opkomst. En het is gewoon mooi dat ze geplakt worden en die afsluiting dat er gewoon perfect is. Daardoor ontsnapt er geen lucht uit, ontstaat er ook minder geluid. De prefab wordt gemaakt in de Hallen in Steenwijk, bij ons hoofdkantoor. En dat heeft als voordeel dat daar alle producten voorradig zijn. Men kan sneller en efficiënter werken. Dus de temperatuur, de luchtvochtigheid, alles is altijd hetzelfde. Dus de kwaliteit zal omhoog gaan. Er is gekozen voor prefab, omdat dat sowieso op de vloer beter werkt, sneller werkt. Het product dat we aangeleverd krijgen door Dijken is prefab, waardoor wij eigenlijk gelijk kunnen beginnen met onze werkzaamheden. Wij hijsen dat de bouw op, dat wordt gewoon neergelegd waar het neergelegd moet worden. Uit ervaring is gebleken dat de luchtkanalen gewoon sneller te leggen zijn, sneller te verwerken op de vloer. Ja, daar komt het financiële voordeel uit naar voren. En daarom hebben wij gekozen voor Dijken prefab. Ze hebben ons gevraagd om hen te ondersteunen, om adviezen te geven en de engineering op ons te nemen. En dat hebben we samen gedaan met de werkvoorbereiding van de Zeeuwse Vormingsunie. Ik ben in de voorbereiding en de engineering ook betrokken bij het uitwerken van de kanalen. Het grote voordeel van het BIM-model is dat wij vooraf alles modelleren. Dat leggen we over het model van de aannemer heen. En bij het model van de aannemer wordt gezien of er clashes zijn, dingen die over elkaar heen lopen. En dan zie je gewoon dat het hier op de bouw komt, dat het allemaal past. Ja, het mooie aan dit project is gewoon het gehele beeld. Ik maak het mee vanaf sloop tot helemaal de afbouw. Het is voor ons een heel mooi project om te laten zien wat je kan. Het werk Faros is een mooi project voor Dijken, omdat hier de samenwerking duidelijk naar voren komt. De samenwerking tussen de aannemer en de installateur en het voortraject dat wij met Dijken hebben doorlopen. En de prefab die erbij komt kijken en de vestigingen. Van A tot Z zijn we erbij betrokken en dat is wat Dijken doet, wat Dijken kan.